Wat was nou de achtergrond dat toen toch de doelmatigheid van de Rijksdienst ineens op de politieke agenda kwam? Nou, dat is altijd heel makkelijk om op de agenda te zetten. Ja, maar het was toen want de wie eerste is er keer. Tegen? Wie zou tegen de doelmatigheid zijn? Ja. En er wordt een opdracht gegeven, er wordt een commissie ingesteld. Mm-hmm. Staatssecretaris Van Veen misschien is daar als eerste eigenlijk mee begonnen. En dan gaat er zo'n... Het ambtelijk apparaat gaat aan de gang, buitenstaanders bemoeien zich ermee. En er wordt een paar zinnige voorstellen gedaan. En er wordt soms ook een heel dik rapport gemaakt, daar komen we straks wel over te spreken, dat vervolgens misschien door een enkeling wordt gelezen, ook maar door een paar Kamerleden. Ja. En die pikken daar een paar krenten uit. En er wordt daarover gediscussieerd. En er verandert er wel eens wat. Maar meestal niet zoveel. Nee. De vraag is ook of dat erg is. Waar ik een groot voorstander van was, van jongens, laten we ophouden met dat gedoe over om zeer grootschalig allerlei departementale herindelingen te doen. Ja. Als je grote departementale herindelingen moet doen, kan je dat alleen maar regelen bij de kabinetsformatie. Hm? Heel snel vlug. Hm. Dat is natuurlijk de vorige keer ook gebeurd. Ja. Veiligheid en justitie, maar meer van dat soort gedoe. En dat leidt nergens toe. Betekent niet dat je niet af en toe wel eens wat zou kunnen doen, maar de hoofdlijn zou eigenlijk toch moeten zijn, niet zo'n grootschalige departementale herinnering. Kost veel tijd, kost veel geld, kost veel gezanik. Eens even naar de Algemene Bestuursdienst. Jullie hadden die... We hadden dat opgeschreven, dat dat goed zou zijn. Er is wel één praktische zaak in het geheel. Dus dat is dus voordat die ABD ook echt tot stand is gekomen, dan deed je natuurlijk de ministers zelf, althans ik lette daar zeer op, de belangrijke benoemingen op hun departement. Hè? Ja. Dus zoals er is als een voorbeeld, Brinkman directeur-generaal geworden. Ik heb toen dokters van Leeuwen weggehaald bij Financiën om bij DGOV te komen. Met ook nog de pluim op de hoed dat hij dan ook nog plaatsvervangend directeur-generaal mocht worden. En meer van dat soort merkwaardige gasten. Bart Leblanc, die op algemene zaken zat, heb ik naar het overheidspersoneel gehaald. Dus echt uitspoken, uitstekende mensen. Ja. Jonge mensen. Wat ze politiek waren, interesseerde mij nooit een malle moer. Ik wist het ook niet en ik wou het ook niet weten. Dus, ik vond het eigenlijk een van de allerleukste dingen die ik als minister kon doen. Dus goede mensen, leuke mensen. Ja. En vooral mensen ook die tegen minister durfden te zeggen dat ze het niet met hem eens waren. Mag ik nog even naar het eerste punt waar we het over hadden. De kerndepartementen en de uitvoering op afstand. En daar was inspiratiebron... Heel sterk Zweden. In Zweden hebben ze kleine beleidsdepartementen. Dat lijkt me heerlijk, leek het me dat. Ja, de achterliggende gedachte was ook, staat ook in jullie rapport, het op die manier toch wat redresseren van de uit de hand lopende ministeriële verantwoordelijkheid. Ja. Althans de mate waarin daarop een beroep wordt gedaan. Ja. Ik kreeg ook wel eens een keer van die vragen. Het gaat allemaal nergens over. Ja. En ze meneer Kenner, hebben jullie het concept antwoord? Ja, dan zei, moeten we die overleggen en met die praten? Ik zeg, hier die vraag. Dan heb ik zelf die vragen beantwoord. De eerste vraag, heeft de minister kennis genomen van? Dan kan ik op zich, dat is altijd goed. De tweede, vindt de minister niet zussen voor zoiets? Nou, de minister vindt niet, die vindt minister, vindt dit en dat is dus en zo. En de vragen 3 tot en met 6, gezien het antwoord op vraag 2, hoeven deswegen geen beantwoording. Punt. Mm-hmm. Kijk wat er gebeurt. Ja. Niks. Er gebeurt niks meer. Wat je ziet bij die scheiding tussen beleid en uitvoering en de hele discussie die daarover is geweest, is denk ik twee dingen. Of minimaal twee dingen. A, dat het toch tamelijk willekeurig beleid is geweest wat nou wel en niet verzelfstandigd werd en in welke vorm. Of geprivatiseerd. Dus een deel werd zelfstandig bestuursorgaan, een ander deel bleef binnen het ministerie. Ja. Daar zat dat niet zo vreselijk veel lijn in. Nee. En dat leidt natuurlijk toch altijd tot later opkomende problemen. Hè. Waarom is ProRail nou op afstand gezet en Rijkswaterstaat onderdeel van het ministerie gebleven? Dat soort zaken. Nou ja, kijk, ik denk dat het ministerie nooit het een nimmer
Rijkswaterstaat kwijt wil. Dat is natuurlijk toch het kroontje op het hoofd. Ja. Een ProRail is toch wat anders. Het tweede punt bij die verhouding tussen beleid en uitvoering is sowieso dat de uitvoeringsproblemen veel te weinig doorklinken in de beleidsvorming. Ja. Ja. Terwijl je ziet dat bijna alle politieke problemen vervolgens ontstaan in de uitvoering. Als je de geschiedenis van de enquêtes en parlementaire onderzoeken bekijkt. Ja, dat is waar. En daar, dat voedt natuurlijk wel enorm dat wantrouwen. En zo, ja, die minister die kan te makkelijk zeggen van daar ga ik niet over. Dat is op zichzelf waar. Ja. En dat is bepaald nog niet aan zijn einde, hoor. Ik denk dat heel sterk voedt. Nee, dat gaat gewoon door. En het zal ook wel weer, zoals je dat met heel veel problemen ziet, een soort golfbeweging worden. Dan weer dus die kant uit en dan weer die andere kant uit. Wat is de rol van de minister-president als het gaat om de Rijksdienst? De minister-president heeft een vrij beperkte taakomschrijving in de grondwet. Ja. Hij is voorzitter van de ministerraad en bevordert de eenheid van het regeringsbeleid. Fantastisch. Hoe werkt het dat? Prima. En hoe zou het moeten werken? De grote kracht natuurlijk van algemene zaken is dat de minister-president heeft daar voor elk departement zo'n raadsadviseur. Ja. Ik heb een paar keer die ministerraadsvergaderingen voor moeten zitten. Dan kreeg ik dat papiertje wat vroeger natuurlijk voor Van Hacht was. Eén velletje, dat is het probleem. En ook wat eruit moet komen in de vergadering van de ministerraad. Fantastisch. Ja. Maar als je daar van alles en nog wat aan ophangt, dan wordt die mankeer in wiet. Mm-hmm. Nooit doen. En ook niet meer formele macht willen hebben. Absoluut niet. De premier nu is al veel invloedrijker. Kijk naar het hele buitenlandse en Europese gebeuren dan zijn voorgangers.